Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven het westen en noorden van het land. In het zuidoosten is er minder bewolking. Daar schijnt vanochtend zon van tijd tot tijd, terwijl in het westen en noorden er veel bewolking aanwezig is en er vallen een aantal buien, mogelijk met onweer. Soms regent het enige tijd, de buien trekken geleidelijk aan naar het midden en oosten van het land en vanmiddag wordt het dan in het westen droog. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden en de wind draait naar het noordwesten, neemt toe naar matig windkracht 4. Vanavond blijft het in het westen en midden droog, terwijl in het oosten nog een paar buien vallen. En morgen is het dan opnieuw wisselvallig met zon, wolken en een paar buien. Ik verwacht wel minder buien dan vandaag. En het is vrij koel met 17 tot 19 graden. Vrijdag is een nagenoeg droge dag met 20 graden in de middag en een matige westelijke wind. En van het weekend is het weer licht wisselvallig. We zien een afwisseling van wolkenpartijen. Soms breekt de zon door, maar af en toe valt er ook wat lichte regen. Maar de temperatuur gaat omhoog richting de normale waarde van 22 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.